De 400 meter ijsbaan van Glanerbrook wordt hier geprepareerd voor de laatste wedstrijden van het schaatsseizoen. Een schaatsseizoen dat in Geleen wederom in de buitenlucht moest plaatsvinden. Voordat de ijzers het vet ingaan, hebben de Limburgse schaatsverenigingen besloten vanaf nu verder te gaan onder één naam. Ja, de fusie van schaatsvereniging Zuid-Limburg en IJsvogels, de twee verenigingen die hier nog waren, die zijn eigenlijk 2 jaar geleden al bij elkaar gekomen. Maar in zo'n fusietraject moet er een heleboel afgehandeld worden. Ik heb nu net de ondertekening van de nieuwe statuten gerealiseerd. Ik kom net bij de notaris vandaan. De nieuwe naam is Limburgse Schaatsvrienden. Deze naam voeren we al enige tijd, maar vanaf nu is die dan ook officieel juridisch vastgelegd. Dus Limburgse Schaatsvrienden voor alle schaatsen in Zuid-Limburg en Midden-Limburg. En hoeveel leden zijn er bij deze vereniging? Wij hebben ongeveer 400 leden. Dat is een behoorlijk aantal, maar er komen altijd mensen bij. En je ziet in het seizoen lopen er wel eens mensen weg. Zeker als er omstandigheden wat minder goed zijn om te schaatsen. En dat hebben we het afgelopen jaar wel gezien. Ik zou zeggen, kom er gewoon weer bij, want komende jaren zullen we zien. Dan gaan we een betere toekomst tegemoet. Hoe is het eigenlijk met de schaatstalenten? Zijn er toppers in Limburg? Potentiële toppers, ik hoop het. Dat weet je pas als ze echt wat verder gaan doorbreken in het gewest zuid van de KNSB. Dus onze provincie Limburg samen met Brabant en Zeeland is één gewest. Als zij op dat niveau uiteindelijk gaan uitschieten, dan kun je zeggen dat je aan de toppen bent. Maar ik denk dat er wel een aantal is dat kan uitgroeien naar in elk geval regionale topper. En dan moet je kijken of ze doorgroeien naar landelijk niveau. Want ze trainen hier zwaarder als op die binnenbanen, hè? Ja. Hier trainen is altijd veel intensiever in die zin dat je veel meer kracht moet hebben. Nadeel is dat bij een buitenbaan de ijsvloer veel sneller aanslaat dan bij een binnenbaan. Waardoor het glijden minder goed gaat. Dus de glijfase in een binnenbaan of een overdekte baan of half overdekt is langer. Waardoor je op een andere techniek kunt bogen en andere techniek kunt gebruiken en kunt houden dan hier. En hier, dat is altijd een beetje het nadeel, hier moet je veel sneller weer je slag gaan maken omdat je hem dan korter hebt. En juist bij schaatsen, dat zie je ook bij nationale en internationale schaatsen, die glijfase, daar haal je de winst uit. Er wordt al jarenlang gepraat om de ijsbaan te overkappen. Het is er nog niet van gekomen. Ik denk dat de gesprekken die nu gevoerd worden tussen LACO aan de ene kant, LACO-Glanerbrook waar we hier zijn, en de gemeente anderzijds in een dusdanige fase terecht moeten komen dat wij hier volgend jaar, het liefst volgend jaar al, kunnen schaatsen met een kap erboven. Want ik denk dat dat voor het schaatsen een hele goede impuls is. En nu schaatsen er misschien 100 mensen, maar dan schaatsen er zeker 50 op een avond meer. En je kunt langer gebruik ervan maken. We kunnen eerder beginnen en we kunnen langer door in het seizoen. Dus voor iedereen alleen maar positief.